Derp, 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 derp. Hallo mensen van YouTube, ik ben Aisha en dit is een nieuwe video van Epic Derp Gaming. En ik laat jullie nou even een nieuw huis zien in dezelfde wereld als dit huis waarvan ik een tutorial heb gemaakt. En dit huis ben ik eigenlijk echt super blij. Dit is voor het eerst dat het me gewoon echt eens lukt om een modern huis te kunnen maken. En ja, ik deed er iets van 2 uur over. En ik ben er echt super blij mee. En ik heb de improvisatie heb ik een beetje van Corellis gekregen. Check ook zijn YouTube kanaal. Hij is eigenlijk al heel bekend op YouTube, want hij maakt echt super coole huizen. Hij is heel goed in bouwen. En hij zegt altijd dat je iets van 3 huizen van een naam moet bouwen en dan kan je zelf aan de slag gaan met super coole huizen. En dat heb ik dus gedaan en inderdaad, het lukte me. Eerst helemaal niet. Dus bedankt Corellis. Dus laten we beginnen. Hier zo is de tv. Ik ben heel slecht in tv's maken, sorry daarvoor. Ik ben wel goed in banken maken. Kijk, dit is een bank dat je aan één kant, dan kan je gewoon hier gaan liggen. Dat is wel cool. Hier zijn een paar bosjes. Interessant. Cactus. Ik dacht gewoon, het is een beetje leeg, dus ik deed daar een cactus. ik weet niet waarom ik per se dit heb gedaan. Ik dacht gewoon, het geeft een beetje meer textuur om één lager te doen. Ik weet ook niet waarom. En dit is de keuken. Ik heb deze gedaan. En dan heb ik snijplankje. Een aanrecht of een wasbak. Ik zag altijd aanrecht, maar dat is dit hele gedoe. Het is een wasbak. Oven. Dit moet een vaatwasmachine voorstellen. En natuurlijk een koelkast. En ook nog een prullenbak. En dit is de eettafel. En met bakjes koffie. En borden, vierkante borden natuurlijk, het is Minecraft, weet je wel. Hier zit is een, onder de trap is een soort van plek met chesten. Een opbergplaats ofzo. Dat is boven. En dan kan ik hier zitten, kan ik naar beneden kijken. Dat is best wel cool. Hier zit dus nog wat. Hier zit dus een balkonnetje. Klein balkonnetje. Je hebt helemaal nergens uitzicht op. Maar dat komt nog wel. Dan komen er meerdere huizen. En dat wordt vast wel heel erg leuk. Wanneer er heel veel huizen zijn. Dit is de slaapkamer. En ik heb ook deze dingen gedaan. Ik weet niet meer hoe ze heten. Even kijken. Bekkens. Die zien er heel cool uit van onderen. Zoals je ziet. En het geeft ook nog op het dak gewoon licht. En dat is ook wel mooi. Dat heb ik daar ook even gedaan. Omdat het dan wat mooier is op het dak. Eigenlijk hoeft het daar niet. Maar dat is gewoon op het dak heel mooi. Kijk. Ja. Dus ik ben echt super trots op dit gebouw. Ik weet niet, ik denk dat sommigen van jullie vast wel beter kunnen bouwen, maar dit is eigenlijk gewoon het beste huis dat ik ooit heb gemaakt. Het beste, beste moderne huis tenminste. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Doei!